Als gemeente bent u verantwoordelijk voor het verbeteren van jeugdhulp. Maar waar begint u? Het Nederlands Jeugdinstituut heeft het kwaliteitsmodel jeugdstelsel ontwikkeld. Hiermee bereikt u op een systematische en effectieve manier uw verbeterdoelen. 1. Het kwaliteitsmodel begint met de staat van de jeugd. Jeugdmonitors hebben cijfers over bijvoorbeeld het aantal kinderen en jongeren dat participeert in school, werk, cultuur en sport. Hoeveel hebben er problemen? Hoeveel maken gebruik van jeugdhulp? Gebaseerd op deze cijfers kunt u ambities opstellen. 2. Maatschappelijk resultaat. Deze ambities vertalen zich in maatschappelijke resultaten. Bijvoorbeeld, het aantal jeugdigen dat aan sport doet is met 10% gestegen. Of, de schooluitval is met 30% verminderd. Ook dit houden de jeugdmonitors bij. 3. Activiteiten, burgers en voorzieningen. Onder voorzieningen vallen scholen, kinderopvang, sportverenigingen, het Centrum voor Jeugd en Gezin, de wijkteams en ook de voorzieningen voor speciale zorg voor jeugdigen. Samen met burgers realiseren zij de ambities. 4. Kwaliteit input. Hoe beter deze voorzieningen, hoe beter werk ze leveren. Daarom kan de gemeente kwaliteitseisen aan de voorzieningen stellen. Bijvoorbeeld aan opleiding van de medewerkers of erkenning van de voorzieningen door landelijke kwaliteitsinstituten. Dit noemen we eisen aan de inputkant. 5. Outcome voorzieningen. De relatie tussen het werk van de voorzieningen en het uiteindelijke maatschappelijk resultaat is vaak niet direct duidelijk. Daarom meten de voorzieningen ook meer direct hun outcome. Bijvoorbeeld de tevredenheid van scholen en jeugdigen over het programma Jeugdhulp voor Uitvallers. En we meten daadwerkelijke vermindering van de problemen, bijvoorbeeld aan de hand van betere cijfers. Maar met resultaten meten alleen ben je er niet. 6. Verbeteracties. Bij tegenvallende uitkomsten ligt het voor de hand verbeteracties te bedenken. Weet je door meten bijvoorbeeld wat niet en wat wel werkt, dan krik je hiermee de kwaliteit van de voorziening op. Daarmee verbeter je de outcome van de activiteiten. Uiteindelijk leidt dat tot een betere realisatie van de maatschappelijke resultaten. Meer weten over het kwaliteitsmodel jeugdstelsel? Bezoek dan onze website nji.nl/kwaliteitsmodel.